We gaan weer aan een nieuw dier tegen en deze keer zijn we voorbij de knaagdieren, ja zeker. Na een aantal weken, maanden misschien, nou zeker weet, zijn we voorbij die groep waar er heel veel dieren toe behoren. En zijn we aangekomen bij een nieuwe, een hele kleine groep, namelijk die van de toepaja's. Van toepaja's zijn er twee families, dat betekent dat ik twee dieren zal moeten tekenen om ze te doen. Nou, nu zijn toepaja's ook een beetje knaagdierachtige beestjes, meer om precies te zijn, eekhoornachtig. En dat gaan we ook zien. De eerste die ik teken is de zogenaamde vederstaarttoepaja. Je zult wel zien waarom. En dat is dus een beetje een behoorlijk eekhoornachtig beestje met enorme ogen. En als je zo'n tekening maakt, moet je dat natuurlijk wel erin verwerken. En tegelijkertijd moet je ook oppassen dat je niet te veel overdrijft. Je wilt uiteindelijk toch nog iets tekenen dat een beetje prettig eruit ziet. Maar ja, dat is altijd natuurlijk afwachten. Ik maak altijd eerst eventjes een oefentekening voordat ik het echte tekenwerk doe. En wat ik film ook soms nu. Maar ja, dat wil niet altijd zeggen dat je oefentekening en je echte tekening er uiteindelijk hetzelfde uitzien. Ze hebben de neiging om best wel van elkaar te verschillen. Ik reken mee dat dit diertje een heel spits kopje heeft. En dat moet ook blijken uit ook dit vooraanzicht. Dus ik hoop dat zo te kunnen doen. Dus even extra benadrukken. Ik ben normaal niet zo van het in vormen tekenen, wat je vaak ziet bij het denken van hoe teken je nou zoiets. Maar hier is het wel handig bij dit diertje dat je rekening mee houdt in driehoekjes te werken. Want zeker vanaf de voorzijde kreeg je een heel driehoekig kopje weer. Let op dat hij eigenlijk behoorlijk breed is voor de snuit, de kop. Oké, ik geloof dat we hem hebben. De mond is er onder deze hoek onzichtbaar. Nu ga ik ervoor kiezen om hem over een boomtak te laten leunen. Ik teken hem een beetje zo, alsof hij zichzelf net langs een boomtak omhoog trekt. Dus ik heb hier zijn voorpoot en vervolgens komt hiernaast al een voetje. Zodat het er echt uitziet alsof hij zijn best moet doen om zichzelf, moet beeld wel recht houden, om zichzelf omhoog te trekken. Dan doe ik deze poot aan deze kant ook. Voor de variatie en voor de dynamiek. Zo. Komt het ook echt over. Alsof hij dus aan het rekken is om er maar bij te kunnen. Je rekening mee dat het een handje is natuurlijk. Zo, dan heb je hier een tak. En dan doe ik ook aan deze kant nog tenen. Zo. Zo het echt lijkt alsof je zichzelf omhoog trekt. Witte buik moet ik rekening mee houden. Tak. Zo. Ik zie dat mijn pen niet meer zo super is. Ik zal die binnenkort moeten vervangen door een andere. Zo gaat dat. Zo. Tak. Een beetje extra benadrukken. Zo. Hop, 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 hop. Dan wil ik wel dat de rest van het beestje ook nog te zien is. Dat het niet wegvalt achter de tak. En dat doen we zo. Hier komt het achterlijf. Zo. Je ziet, mijn pen gaat het echt niet heel erg lang meer volhouden. Nu komt die vederstaart waar het beest naar genoemd is. Zo. Dan ben ik met een mooie draai. Dan geeft het ook net wat meer dynamiek. En dan zien we dat hij daar haren heeft die ongeveer veervorm geeft. Vedervorm. De manier waarop ze om de staart zitten. Zo. Die staart is voor de rest grotendeels kaal. Moet ik ook aangeven. Zo. Hop. En dan hebben wij, ik teken hier nog een beetje een uitstekend achterpootje, zodat je ziet dat hij echt, hier ook, zodat hij echt zijn best moet doen. En dan hebben we hier onze vederstaart toepaja.